We gaan weer even een klein quizje spelen. Of in ieder geval, Lise gaat dat doen. Dit is de quiz van de uitzending natuurlijk. Hierbij komt het grote cadeaumand aan te pas. En we hebben het er straks kort over gehad. Jij bent een echte filmfanaat. Ja. Dus ik heb voor jou een aantal quotes uit films, uit bekende films. En dan is het aan jou om te raden uit welke film die quote komt. Okay. En als je... ik beslis wel hoeveel je er goed moet hebben achteraf. Okay. laten we beginnen met de eerste quote. Het is deze. When you look at your totem, you know beyond a doubt you're not in someone else's dream. Inception, uiteraard. Inception, 1 punt voor jou. Klopt. De tweede quote. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Interstellar, natuurlijk. Interstellar, zeker. Klopt, helemaal. De derde. This is your life and it's ending 1 minute at a time. Kut. Ja. Ja, kut. Dan moet ik even gaan nadenken. This is your life and it's ending 1 minute at a time. Het is een quote van dat je toch wel denkt van, nou ja, dat klopt eigenlijk wel. Fight Club. Ja, zeker is dat Fight Club, uiteraard. De filosofische gedachtegang van Tyler Durden. Quoteje 4. What's in the fucking box? 7. Ja, die vind ik echt heel knap. Die vind ik echt heel knap. What's in the box, Mills? Ja, precies. Nou ja, dat is ook echt... ik ging die quote opzoeken en ik herinner me nog dat wij met de opleiding in Krakau waren. Ja. En dat is de enige scène die ik heb gezien. De rest van de film was ik toen in slaap gevallen. Namelijk. Ja, dat is echt vet zonde gewoon. Ja. Dat is echt zo'n goede film. Ja, het klopt inderdaad. Het is van 7. De laatste quote. Introduce a little anarchy. Upset the established order and everything becomes chaos. Is het de Dark Knight? Rick, wat denk jij? Is het de Dark Knight? Nou, voor mij had je dit net zo goed in Turks kunnen doen. Ik ben er weer in, stuur ik wel even. Het was inderdaad de Dark Knight. Heel goed. Je hebt alles gewoon goed. Al die quotejes. Hoe kan het? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Nee? Waarschijnlijk heeft ze de films gezien. Ja, dat zou heel goed dat, kunnen. Inderdaad. Dat zou speelt heel goed kunnen. Wel een kleine rol, ja. Dat denk ik. Speel je rol in die film, ja? Nee. Kleine rol. Kleine rol. Nou, Rick, ga jij het doen of ga ik het doen? Wat jij wil? Ik kan het doen, ik heb die microfoon hier. Oh ja. Ja. Nou, ik zet hem open en we gaan kijken. Want wat zit erin? De grabbelton. Grabbelton, grabbelton. Wat zit er in de grabbelton? Rood, groen, geel of grappig. Ik ga de grabbelton. Doe het deurtje langzaam open. En dan maken wij nog eventjes een babbel. Een grabbel inderdaad, ja. Bij de grabbel. Bij de grabbel, grabbel. Grabbelton! Nou, heb je er iets uitgehaald? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Maak het cadeautje maar eens open. Heel mooi inpakpapier trouwens. Wat is het? Frozen, toch? Frozen, ja. Kijk mooi. Oh, hij is toch... Ja, het gaat een beetje lastig over. Zo snel ben ik nou weer. Wat is het? Sorry. Ik ben heel erg benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Wat is het? Het zijn... Baking cups. Nou, zijn we daar ook weer vanaf? Nee, dat is keihandig. Wat ga je ermee doen? Cakejes bakken.